Voor mij staat Lucia Wolters van Evenmens. En het project is Samen Oplopen. Waar is het van project? Het is een heel mooi project. We zijn als Stichting Evenmens heel blij dat we hier in januari mee zijn begonnen. Het is een project voor een brede gezinsondersteuning. Het samen oplopen betekent eigenlijk oplopen samen met een gezin, wat het wel even goed kan gebruiken. Ja, en dan heb ik dus gezinsondersteuning, maar je hebt ook vrijwilligers, gastgezinnen, of hoe moet ik het zeggen? Ja. Wat is het verschil eigenlijk? Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. We hebben twee soorten vrijwilligers eigenlijk die we vragen voor dit project. Dat zijn de gezinsvrijwilligers die naar een gezin toe gaan, dus bij een gezin in huis komen. Soms bieden ze een luisterend oor aan een moeder of vader die dat even nodig heeft. Soms vullen ze wat papieren in als het moeilijk is voor de gezinnen thuis. En we hebben dan ook nog de gastgezinnen. Daarvan kunnen een aantal kinderen van een gezin wat het even kan gebruiken, kunnen de kinderen 1 keer of 2 keer per maand, of soms elke week, een poosje naar een gastgezin. Dan wordt het gezin even wat ontlast. Die kunnen even wat tijd en aandacht aan elkaar besteden, zodat iedereen daar baat bij heeft. Ja, maar wat geven de vrijwilligers en de gastgezinnen eigenlijk van ondersteuning? Financieel of alleen maar, ja, hoe moet ik het zeggen, begeleiding van de mensen? De vrijwilligers bij ons die worden opgeleid, specifiek voor dit project, Samen Oplopen. En ze doen wat de behoefte is van het gezin. En dat kan heel divers zijn. Dat kan helpen met het opvangen van kinderen. Het kan zijn dat ze een stukje opvoedingsondersteuning bieden, als dat nodig is. Het kan zijn dat ze op bepaalde momenten kinderen helpen even met hun huiswerk, als de ouders eventjes daar de puf niet meer voor hebben. Het kan ook zijn dat een gezin opgroeit met zorg en ziekte thuis, en dat het fijn is om even wat ontlast te worden. Dan kan een vrijwilliger de kinderen even mee naar buiten nemen, zodat de vader en moeder even wat lucht heeft, even wat tijd voor zichzelf. Het kan ook zijn dat een van de kinderen, wat ik net al aangaf, een kind zelf met een beperking of een jonge mantelzorger, dat die even tijdelijk naar een gastgezin kunnen, af en toe, op een frequente basis, zodat ze even zonder zorgen een dagje weg zijn. Dan hebben de ouders wat tijd voor zichzelf, het gezin heeft wat tijd voor zichzelf en het kind komt ook even tot rust bij een gastgezin. Ja, en worden de mensen die de gastgezin of de gezin ondersteunen ook geholpen met, zeg maar, moeilijke dingen? Ja, absoluut, absoluut. Ik doe dit project, voer ik uit met een aantal collega's. We werken in alle gemeentes waar Stichting Evenmens actief is. En wij als coördinatoren ondersteunen de vrijwilligers. We hebben regelmatig contact met de vrijwilligers. Ze kunnen altijd bij ons terecht. Ze worden ook opgeleid om in de gezinnen een mooie rol te kunnen vervullen. Ja, en hoeveel gezinnen en hoeveel vrijwilligers heeft u nodig? Altijd veel. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Dit is ook de reden dat ik hier bij u sta en een oproepje wil doen aan de gemeente Hellendoorn. Mensen die tijd hebben, of beperkte tijd, of wat meer tijd, of in het weekend, door de week, op een avond. Als je denkt, ik wil uit maatschappelijke betrokkenheid iets voor een gezin betekenen, omdat je zelf misschien vroeger ook wel eens hulp hebt gehad. Maar deze gezinnen waar wij voor werken en die hulp vragen, die hebben vaak geen netwerk. Dus soms in gezinnen waar moeilijkheden zijn, kunnen opa en oma bijspringen. Maar de gezinnen die soms bij ons aankloppen, hebben of geen opa en oma meer, of de contacten zijn moeizamer, of wonen heel ver weg. En dat is dan de reden dat ze zeggen, kunnen we wat hulp van buitenaf krijgen? In ons eigen netwerk lukt dat niet. Ja, maar hoe bereiken jullie de gezinnen? Maar eigenlijk is het contact een beetje van, ja, wat je net zegt, ze leggen geen contact. Maar hoe bereik je ze dan? Ja, wij krijgen de vragen van de gezinnen, krijgen we op heel veel manieren binnen. We hebben een hele mooie samenwerking binnen de gemeente Hellendoorn met het Sociaal Plein. Daar zitten een aantal consulenten van de WMO in, zitten jeugdconsulenten bij, Stichting De Welle, Stichting Mee, Avedan, Maatschappelijk Werk en Evenmens sluiten bij dat Sociaal Plein aan. En dan wordt er een casus besproken van een gezin. Casus klinkt als moeilijk woord, maar dan wordt er een gezin besproken met toestemming van het gezin. Zo van, wie kan goede hulp bieden aan dit gezin? Kan het zijn dat een WMO-voorziening nodig is? Kan het zijn dat Evenmens iets kan doen? Misschien dat ook maatschappelijk werk met een aantal gesprekken iets kan bereiken. Dus we gaan met al die organisaties binnen de gemeente Hellendoorn bekijken wie kan de beste hulp bieden. En daar komen veel van onze vragen vandaan. Gemeente Hellendoorn, ook huisartsen. Praktijkondersteuners, huisartsen, GGZ, ook voor de jeugd, weten ons te vinden. Als ze weten, de huisartsen, dat er ziekte of zorg in een gezin speelt, kunnen ze ook contact opnemen met Evenmens om te zeggen, kunnen jullie nog iets meer voor dit gezin betekenen? Ja. En dat doen we dan heel graag.